nog wel rustig aan beginnen. Hollandio. Applaus voor ons, zeg. Het is nu al gezellig hier. En warm. Zou dat nog komen, Rico? Ja, maar ik vraag u uit de grond van mijn hart
om het heel vriendelijk te houden voor onze jonge luisteraars. Ja. Die met tere oortjes aan dit geweld staan te luisteren op het podium met Geert Kruidenberg. Hey, ja, nou lang was jij mijn grappen. Als een broer hield ik van jou. Ik zie je nog daar op de stoep staan. Je stond te rillen van de kamer 30 graden graag. Zonder huis en zonder centen. Zelfs je vrouw, die was je kwijt. Ik zei, kom zo lang hier wonen. En ik zei, bij de Berg, alles altijd gezellig op de markt. Ik had het feest met vier drank, mooie vrouwen en mannen. Maar daarvan heb ik nu spijt. Dat je mij uit was gewoon, je stond zo mooi in de maat te zingen, ga ik er dwars doorheen, hè? Ik van maten en dansen ken ik eigenlijk nog niks, maar ik doe mijn best. Zoals als jij weer was stappen, dan gaf ik jou wat van de loon. Ik gaf je alles, zelfs mijn kleren, van de vriend die maakt je niet schaam. Dan vergeten, die maat komt bijna weer terug hoor. Waarom deed je mij niet Kruidenberg, jullie hebben je gedragen. Fijn is dat. Wat een vriend. Ja, wat een vriend. Was jij voor mij. We'll be right back.
op. En als we vinden goed te kriebelen en mijn benen staan niet stil, is er hier soms een mooi meisje dat ik de dansen met me wil. Oh, Foxy Foxy, met de elastieke benen, die wil elke avond aan de dancing toe. Zeg die jonge man, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar zingen, want ik ben nog lang niet moe. Goed fietsen, en wil je vrouwen dan niet even met je dansen? Nu op de quick quick slow en Foxy vraagt zich dansen. Oh, Foxy Foxy, met je elastieke benen, die wil elke avond aan de dancing toe. Speciaal voor jou. Staat in G. Hoe pak je die op accordeon? G. In kruis. Ja. Ja, oh ja, niet laten vallen, want dat blinkt zo mooi, dat ding. Het gaat ongeveer zo. Ja, la 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 la. Heb je hem? La 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 la. Ja, een accordeon er dan, hè? Anders horen die mensen geen accordeon. Oh. Nelis en Leentje, dat waren twee mensen. Hier zit geen accordeon bij trouwens. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden gaan trouwen en hadden geen woning. En daarom dat Leentje geweldig de best. Maar...
Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen praat. Maar dat kon het niet schelen, ze waren gelukkig. En legden net een bootje bij ons in de gracht. En we hebben een woonboot, hij ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, het is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel? Oh, kom dan in ons bootje, de rest allemaal. Maar op een dag zijn plotseling Nijlers. Kijk nou eens, Leentje, hoe dat nu toch komt. Ik zit die verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Oh. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die werd toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op een tafelboot. Lang liedje. Ja, het wordt nog langer ook nog. Oh jee, oh, daar gaat het gebeuren. Wil jij mij even helpen? Kan jij dit vasthouden? Dan moet je alleen de snoepjes loslaten. Ik weet wat ik vraag. Niet doen. Kom, mevrouw, u staat al 15 minuten te filmen. Wil u even de microfoon vasthouden, alstublieft? Ja, dat doet ze niet. Niet. Ik moet er nog wel doorheen kunnen zingen. Dat kan op. Dat kan op. Je moet hem even een beetje... Zo. Nou, oh, wat ben ik toch aan begonnen? Waarom maak ik mezelf altijd weer moeilijk? We zouden gewoon 50 minuten spelen. Klaar. Ik ga hem nou steeds lager houden. Okay. Blijven staan. Niks meer aan doen. Ja? Heb je hem? Waar was ik? Ze hebben de schuit uit de Amstel getrokken. Oh. Ze protesteerden. Maar het gaf hem geen biet. Nee hoor. Het is net de Efteling hier, hè? Maar u moet weten, het is Jan met de pet, maar. En Rico, echt waar. Die moeten ze hebben en de grote is niet. Beste publiek ever. Waar waren we ook weer? En we hebben een woonboot, hij ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, het is ons ideaal. Do you want more? Oh, that's still...